Your Excellencies, delegation members, we are delighted to be here at this conference to have given you this information, to have an idea where Suriname stands. But I'm also here with my delegation to learn and discuss synergies. I hope that at the end, we are successful in our endeavor to develop our countries based on the strategy of public and private partnership and cooperation. I thank you all, and may God bless you all. Thank you. We willen gezamenlijk gaan exploreren de mogelijkheid om samen bobsheet te ontwikkelen in het West-Suriname gebied, Oost-Guyana. Wij hebben wat bobsheet afzettingen nog in West-Suriname. Zij hebben afzettingen in het oosten. En wij denken dat dat er de mogelijkheid aanwezig is dat we tot een goede samenwerking kunnen komen om gezamenlijk beide deposits, beide afzettingen te gaan ontwikkelen. Dus dat was het doel van het gesprek. Verder hebben we vanmiddag gesproken over de mogelijkheid om ook op het gebied van olie en gas beter te gaan samenwerken met elkaar. Erbij is gekomen, dat heeft Juana gevraagd, dat we bosbouw meenemen, bosbeleid. Dus in die mining partnership moeten we dus het ministerie van GBB meenemen. En vanmiddag is er ook gesproken over carbon credits. Ja. Dus heel veel in het verschiet bilateraal tussen Suriname en Guyana. En, but we make one step at a time. Maar we denken dat we in de toekomst veel samen zullen kunnen doen. Ja. Toen we in Dubai waren, sprak ik u al en ik zei u al, u bent waarschijnlijk de beheerder van Surinames grootste goed dat we nu hebben, onze meest kostbare hulpbronnen na factor mens. En vandaag hebben we ook gemerkt dat in het voorgesprek met Barbados gelijk aan ter sprake kwam, weer andere natuurlijke hulpbronnen waarbij we niet echt stilstaan dat die grote potentie hebben, dat is bijvoorbeeld water. Hoe staat u daar tegenover? Ja, dus we hebben gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om stappen, afspraken te maken met betrekking tot hoe verder, next steps. Wij hebben heel veel water, zoetwaterbronnen. En Barbados heeft water nodig. Het is wel een relatief kleine populatie, 300.000. Maar als we nagaan hoeveel toeristen het land, het eiland bezoeken, dan kunnen we gewoon praten over gemiddeld 900.000. Een population van 900.000. Dus de behoefte is er. Ze hebben die behoefte kenbaar gemaakt en wij gaan in Suriname, wij moeten nagaan hoe wij kunnen inspelen op die behoefte. De private sector, genoeg bedrijven die bezig zijn op het gebied van bottling van water. Maar wij weten dat ook SWM bezig is na te gaan hoe die markt te betreden. En het zou een hele goede opportunity zijn voor Suriname, om Barbados op dat gebied te helpen. Ja. Barbados heeft gesproken over de grote toeloop die zij hebben aan mensen naar Barbados toe, maar ook gekeken naar nog een andere natural resource die wij hebben, en dat is in principe ons land aan zich als toeristische trekpleister. Hoe kijkt u tegenover de mogelijkheden van een deel van het toerisme dat Barbados heeft naar hier in Suriname krijgen? Oké, dat is een ander beleidsgebied, maar natuurlijk de potentie is er en wij zijn al een tijdje bezig in Suriname te kijken hoe we onze toerisme sector kunnen gaan verduurzamen
en dat op verschillende gebieden. Het product veredelen, maar ook mensen uit andere delen dan ja, wat gangbaar is, Nederland, familiebezoekjes en zo. En Barbados krijgt heel veel bezoekers vanuit verschillende delen van de wereld. Canada werd vandaag genoemd. Maar wij weten dat er eenmaal per week een vanuit Schiphol, ja, KLM rechtstreeks naar Barbados vliegt. Dus genoeg mogelijkheden om joint packages te verkopen. En de president heeft het ook aangegeven. Dat is wel iets waarop wij verder willen gaan bestuderen. En ik denk dat het ministerie van DCT dus in Suriname genoeg huiswerk heeft op dit gebied. Maar om terug te komen op de beleidsgebieden van NH, er is ook gesproken over goud. Ja, wat zouden we samen kunnen doen op het gebied van goud? Twee vlakken. Wij hebben aangegeven dat er opties zijn om te participeren in de ontwikkeling van goudresources. Dat is één. Maar ik denk dat Barbados ook geïnteresseerd is in jewelry. Dus dat is ook een mogelijkheid. We hebben afgesproken in elk geval dat bilateraal we samen zullen kijken hoe we verder kunnen exploreren de mogelijkheid om beter samen te werken op het gebied van goud. Wanneer wij deze opname doen, staan we aan de vooravond van de conferentie die morgen wordt gehouden. Klopt. Welke beurt wil Suriname maken? Suriname, want dat is iets wat ik vaker in Suriname hoor en zie. De vergelijking wordt gemaakt tussen Suriname en Guyana. En daarbij staan we niet altijd stil erbij dat, dat Guyana 5 jaar voor Suriname de eerste ontdekking heeft gedaan en in feite nu al produceert. Ja, een tweede FPSO, een tweede schip. Wij zijn in Suriname nog bezig met appraisal, onderzoek, vaststellen de juiste waarde en zo, voordat er een final investment decision wordt gemaakt. Maar wij willen, en dat is precies waarmee we bezig zijn, zoveel als mogelijk afkijken en leren van Guyana. Niet alleen wat Guyana verkeerd heeft gedaan, maar zeker ook wat Guyana goed heeft aangepakt. De best practices. Wat dat betreft kan ik aangeven dat we een hele goede partnership, een hele goede samenwerking hebben met de Guyanese. En maar verder zullen we het moment van morgen gebruiken om verder te netwerken. We weten dat heel veel bedrijven die geïnteresseerd zijn in Guyana, de twee landen als een package zien. Dus die maken gelijk gebruik van de gelegenheid om te kijken van wat kunnen we in Suriname doen. Dus genoeg ruimte om te netwerken. Daarmee zijn we al een tijdje begonnen. We zijn al een tijdje bezig daarmee. Dat is primair wat we zullen doen. Ik weet ook dat Ghana bereid is samen te werken met ons. Morgen hebben we de bilateral. Eerder heb ik ook al een gesprek gehad met de ambassadeur van Ghana. En er zijn wat gebieden, ja, voorzichtig geïdentificeerd waarop wij mogelijk zouden kunnen samenwerken. We willen ook leren van de expertise van Ghana op dit gebied. Er is gesproken over niet alleen samenwerking op het gebied van technische capaciteitsversterking, maar zeker ook institutionele versterking. Dus allemaal zaken die aan de orde komen tijdens dit bezoek aan Guyana.